Ik ben vandaag verkouden. Mijn neus zit helemaal verstopt. Ik denk met allemaal snot of zo. Ik moet steeds met mijn open mond alles doen. Ook slapen. En dan word ik wakker met een hele droge mond. En die doet ook een beetje zeer. Mijn stem klinkt ook gek. Het lijkt wel of er een knijper op mijn neus zit. Vandaag hoef ik niet naar school toe. Dat vind ik wel jammer, want ik vind de school best leuk. Ik moet ook stomen van mijn moeder. Dan moet je met je hoofd boven een pan hangen met een handdoek over je hoofd. En in die pan zit heel heet water met een soort bloemetjes erin. Dat zijn kamillebloemetjes. Je moet ze uit een zakje in de pan doen. Ze zijn al heel oud, want ze zijn helemaal uitgedroogd. En dan moet je steeds ademhalen boven die pan met hete lucht. Ik vroeg aan mama of die handdoek een beetje open mocht, want het is heel heet daaronder. Ja, dat mocht wel. Nou, en toen was ik eindelijk klaar. Ik gaf de handdoek weer aan mama. En ik had een heel nat gezicht. En er kwam allemaal water uit mijn neus lopen. En ook tranen in mijn ogen. Mama zei, kom maar. Dan krijg je een uitgeperste sinaasappel met een beetje citroensap erdoor. Nou, ik kreeg het glas en ik nam een flinke slok. Bah, jakkes, jakkes. Wat was dat zuur, zeg. Ja, ja, zei mama. Dat is goed van je, voor je. Want dan word je weer beter van. Nou, dat hoop ik wel hoor. Want ik vind het helemaal niet leuk verkouden.